handboek ontwikkelingsgericht coachen voor individuen. Ik heb ook handboeken geschreven voor teams. En ik ben eigenlijk op dit moment vooral ook bezig met organisaties en de maatschappij, burgerinitiatieven. Er is heel veel te doen op het niveau van samenlevingen. Maar coaches kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot die grotere ontwikkeling. Dat is een beetje mijn punt altijd, hè. Dus maar ik ga de focus leggen nu op het vorkmodel. En de essentie van het boek is in feite dat als je coacht, ontwikkelingsgericht coachen, dat het bestaat uit drie bekwaamheden. En de twee eerste zijn in mijn boek beschreven. Je moet altijd, en ik ga het er vandaag niet verder over hebben, maar je moet eigenlijk kunnen samenwerken met een heel breed gamma van mensen. En ik noem dat dansen. Je moet kunnen dansen met een arbeider, een bediende, maar ook met de CEO. Iemand die burn-out is en heel problematisch leeft. En iemand die arm is. Een leidinggevende, een professional, een huisarts, een advocaat. Je moet met een heel breed gamma van mensen kunnen werken. En die samenwerking is echt de basis. Je moet ergens kunnen volgen en leiden. Dat is dansen altijd, hè? Het is geen slow dat je doet. Hè? Het is niet plakken, maar het is meer tango. Hè? Je gaat volgen. Eigenlijk volg je om te kunnen leiden. Want je wil de cliënt ergens brengen. En heel veel coaches zijn van nature nogal geneigd om te volgen. Te luisteren, empathisch te zijn, te begrijpen. En het lijden schiet er soms bij in, bij de mensen die graag coachend bezig zijn. Bij heel veel andere professionals is het omgekeerde het geval. Ze adviseren te vlug, ze kunnen niet luisteren enzovoort. Dus dan moet ik daar zeggen, leer volgen. Dus oké, eerst leren volgen, maar vooral dan ook leren lijden. En dat lijden, dat ga je dus eigenlijk doen met bepaalde modellen en methodes. Dat doe je, ja, je moet daar eens richting pakken. En dat gaat over de tweede bekwaamheid. En om dat uit te leggen, ga ik het vorkmodel gebruiken. Dat is over de loop van 10 jaar ontwikkeld in mijn eigen loopbaan als coach ook, hè. En dan heb je tenslotte nog interventies. Je kunt van alles doen, hè. Je kunt een keer een advies geven, je kunt iets uitleggen, leraar zijn. Je kunt een model, een kernkwadrant, je kunt een oefening doen, huiswerk geven, je kunt van alles doen. Dat zijn interventies. Maar voor mij eigenlijk is de essentie leren dansen met je cliënt en vooral dan leren leiden door het vorkmodel te gebruiken. De meesten in de jaren 90 zien coaching als een pijl. Een pijl van waar je nu staat naar ja, ergens toch een vooruitgang, een voortgang in iets. En ze zien dat vaak als een doel, hè? Een resultaat dat je wil bekomen. In het Engels zeggen ze een outcome, hè? Alle pijlen hebben resultaten. Niet alle resultaten zijn eigenlijk doelen. Want doelen zijn eigenlijk smart geformuleerd, moeten heel concreet zijn, hè? Dus in de jaren 90 wisten we al, hé, wij willen in de plaats van problemen op te lossen en te helpen, willen we vooral mensen leren naar doelen evolueren, naar resultaten, dat ze scheppend bezig zijn in hun leven. Dat was echt het idee van coaching. Vandaar dat ik zei in de jaren 90, ik wil mezelf geen therapeut meer noemen. Ik ben een coach, want ik wil mensen in hun kracht brengen, mensen helpen evolueren. Nu, in de jaren 90 was dat één lijn, één pijl. En dat was in feite het projectpijl dat je hier ziet. En het project is wat je doet. Een doel doet acties. En coaching is het monitoren van de acties. Wat heb je al gedaan? Wat kun je nog doen? Wat is je hindernis? En je steunt, je empowert de coachee. Dus, maar ik heb gaandeweg gemerkt, oei, oei, dat concrete is eigenlijk niet genoeg. We zijn meer dan gedrag. We zijn meer dan actie. We zijn ook mensen met een levensverhaal. En dat is identiteit. Dus we moeten ook gaan van het wat. Hè? Wat je doet, moet ook gaan naar wie. Wie ben je? Wat is er op dit moment aan het gebeuren in je leven? Dus ik ga eigenlijk dat breder opentrekken bij mijn cliënt en zeggen: oké, waar sta je nu? Hoe oud ben je? En hoe wil je leven? Wie wil je zijn? Van waar kom je? Wat is je bagage? Er zijn heel veel zaken te doen rond je identiteit, je levensverhaal. Dan gaat het over een verhaal. Bij het spoor van identiteit kun je niet echt zeggen van: wat is je doel? De vraag is daar. Wie wil je zijn? Dus je gaat meer een verhaal laten vertellen dan
actiegerichte doelen formuleren. Dat is voor project. In identiteit gaat het over verhaal. Dus dat zag ik al in de jaren 90. Eind jaren 90 heb ik gezegd, ik wil ontwikkelingsgericht coachen, want die pakt de totale persoon erbij. Iedereen is daar nu mee akkoord, geen discussie. Wat dat ik ook bedacht, en dat komt vanuit jullie van Verhoeven, een Nederlandse coach in der tijd, die zei, de coaches niet helpen, de coaches ook zelfsturing bevorderen. Dat vond ik een geweldig idee, heb ik ook dadelijk meegepakt. Je bevordert eigenlijk de bekwaamheid van de persoon in hoe hij bezig is met zijn voortgang. Dus we gaan daar een apart spoor van maken. En ik heb gedacht van, ja, ik ga niet alleen helpen en voortgang boeken, ik ga ook de persoon laten nadenken hoe hij bezig is. Je kunt je niet voorstellen dat hoe mensen eigenlijk toch kunnen verbeteren in hun zelfsturing. Ten eerste is het jouw verhaal, het is niet mijn verhaal, ik ga het niet in jouw plaats doen. Maar ook ze doen patronen die niet effectief zijn. Bijvoorbeeld veel mensen pakken het niet systematisch aan. Die proberen maar wat. Andere mensen gaan er veel te hard tegen aan. Terwijl dat je juist moet temporiseren en reflecteren. De krijger zijn is niet altijd de beste manier van zelfsturing. Soms moet je echt meer geduld hebben. En zo zijn er heel veel patronen die mensen doen. En dat zie je natuurlijk als coach. Daar ga je feedback op geven. En dan zeg je, tja, weet je wat dat ik eigenlijk zie bij jou? Je gaat er nogal hard tegenaan. Je hebt precies weinig geduld. Of je zegt van, wat ik zie van patroon bij jou is, dat je dat niet systematisch aanpakt. Je doet iets en dan laat je het weer los. Dan, dat is natuurlijk niet echt effectief. Wil je daar ook niet op verbeteren? En ja, verbeteren in zelfsturing. Dus die zelfsturingspoor moest erbij. En dat grotere geheel is er pas later bijgekomen, rond het jaar 2007. Ja, dat was eigenlijk ook mijn eigen proces. Ik dacht van mijn cliënten, die zijn bezig met zichzelf, met hun zelfsturing en hun projecten. Maar ze leven toch ook in een context. Je leeft in een organisatie, in een school, een zorginstelling, in een maatschappij, in een buurt, in een gezin. De grotere gehele kunnen klein of groot zijn. En ik begon te merken van, coaching gaat precies te veel over ikke. En dat is goed om een tijd in je leven bezig te zijn met je persoonlijke ontwikkeling. Absoluut, je talenten, je bagage, je kwaliteiten. Maar er is ook veel meer dan dat. Dus voor diegenen die heel veel bezig zijn op dit moment in hun leven met zichzelf, met hun talenten, oké. Maar onthoud dat je... Laat het daar niet bij. Onthoud dat je misschien binnen 5 jaar, 10 jaar, als je misschien wat ouder bent, ja, blijf leren, blijf ontwikkelen. Stop niet met alleen maar met identiteit te werken. En als je aan coaching doet, stop niet met mensen alleen te helpen in hun succes en in hun geluk. Want mensen die zijn eigenlijk ook zinzoekers. We leven in een groter verband waar dat we iets heel moois kunnen doen. Elk spoor heeft ook wel zijn thema. Hè? Projecten gaan voor succes. Identiteit gaat voor jezelf zijn, gelukkig zijn met jezelf. Jezelf zijn. Groter geheel gaat voor zinvol leven. En vandaag de dag ben ik heel blij. Meer en meer mensen willen echt zinvol bezig zijn in hun organisaties, in hun leven. Dus dat grotere geheel moet erbij, want zingeving is de bijdrage die je levert tot het grotere geheel waartoe dat je behoort. En daar krijg je energie van als je iets moois doet. Ik heb dat er zelf dus bijgebracht, dat spoor. En mijn cliënten vinden dat niet altijd nodig, hè. Ze willen soms gewoon een probleem oplossen. Maar ik als coach, ik heb een visie. Dus, ik ga het eventjes herhalen. Hè? Zelfsturing niet effectief, effectiever worden in hoe dat je bezig bent. Projecten gaat altijd over klachten, maar vooral doelgericht bezig zijn via acties. Identiteit gaat over je patronen die je doet, talenten, levensverhaal, zelfbeeld. En groter geheel gaat eigenlijk over de pijn die je hebt, of een droom die je hebt, en dan verbinden met het grotere geheel en daar zinvol mee bezig zijn. Zo zag ik dus mijn model tevoorschijn komen gedurende al die jaren. En ik zal straks de toepassing, want daar gaan we de focus op leggen, op de toepassing daarvan. Hè. En mijn punt is, op dit moment in mijn leven, is vooral dat vierde spoor. Ik ga daar helemaal voor. Dat zijn een paar metaforen die daar uitleggen. Je bent een paddenstoel, maar eigenlijk ben je ingebed in een groter verhaal van je organisatie, van je professioneel beroep of van een maatschappij zelfs. We hebben de maatschappij heeft mensen nodig
die krachtig zijn om positief mee te werken. Niet te klagen en te zagen, maar echt wel via acties, via een verschil, iets durven bijdragen. En ik heb ontwikkelingsgerichte benadering, heb ik nu opnieuw gebrand. Daar ben ik op dit moment mee bezig. Het noemt Deep Evolvement. En dat komt zoals Deep Democracy, dat je misschien kent. Of Deep Adaptation, een internationale beweging. Deep Adaptation. Wij moeten ons aanpassen aan alles wat er op ons afkomt. En Deep Evolvement is de methodiek die ik graag aanreik om betrokken te zijn. Diep betrokken te zijn bij al die lagen waartoe dat je behoort. En dat is eigenlijk mijn persoonlijke missie geworden. Daar methodiek voor aan te brengen. Ik werk met huisartsen, met advocaten, met leidinggevenden, met docenten. En niet alleen met coaches. Hè. Dus breid je professionele praktijk uit naar zelf zingevend bezig zijn met je praktijk. Diep betrokken zijn. Evolvement. Ik ga nu, voilà. Ik ga nu de toepassing bekijken. Hè. En dat ik ga dat heel kort houden, want ik wil Erik en Tim dan verder laten vragen stellen of daarover laten reflecteren. Toepassing betekent eigenlijk dat elk spoor een huidige HT en een GT heeft. Huidige en gewenste toestand. Dus op elk spoor kun je evolueren. Dat wil zeggen dat je dit model kunt gebruiken om alle informatie die je krijgt van de cliënt te plaatsen. Je plaatst die in dat model. En dat kan dus, er zijn dus 8 plaatsen. Het is ofwel iets over de huidige toestand dat je hoort, ofwel hoor je iets over de gewenste toestand. Dus het is een enorme oefening om dat juist te plaatsen. Want daar zit je leiderschap in. Je luistert en je zegt, ah, dat is precies een klacht die je hebt. Mag ik dan ook vragen, wat is je doel? Of je zegt van, ah, dat is precies iets uit je verleden. Wat betekent dat voor waar dat je nu mee bezig bent? Identiteit. Ah, dit is precies iets dat je vertelt over het geheel waartoe dat je behoort. Hoe dat je daarmee verbonden bent. Dit gaan we noteren. Dus noteren is het eerste dat we doen. Dat zijn die vakjes. Hè. Hier zie je die 8 vakjes terugkomen, maar er zijn natuurlijk nog meer. Want elk spoor heeft zijn eigen onderliggende methodiek. En dan ga je dat daarin schrijven. Dus je kunt in de toepassing kun je gewoon naast iemand zitten. Hè. Je zit ontspannen naast iemand. Niet tegenover iemand, je zit ernaast. En je noteert. Dus ik noteer met het vorkmodel. Ik trek een lijn. Of soms neem ik die template, dat is een template, ik neem die dadelijk bij de hand en ik begin een lijn te trekken. Soms moet ik een lijn trekken op projectspoor, soms op identiteitsspoor, als ze iets vertellen over hun eigen leven. Dus en dan begin ik dat daarin te vullen. Ik begin heel vaak bijvoorbeeld het identiteitsspoor met de vraag leeftijd. Hè? Dat is dat cirkeltje. Dan zeg ik van, hoe oud ben je? En dan schrijf ik daar een getalletje in. Hè? Voilà, zo zijn we vertrokken. Hè? En waar kom je vandaan enzovoort? En waar ga je naartoe? Wie wil je zijn? En als ik een actie hoor, dan schrijf ik dat bij acties. Dus één manier om leiderschap te pakken, is gewoon wat je hoort te noteren, te klassificeren in dat model. Nu, je kunt dat, in het begin ga je dat heel kunstmatig doen natuurlijk, hè? Dat is een oefening. Hè? Maar later wordt dat soepel en doe je dat misschien zelfs zonder dit blad. Je kunt het ook doen, daar laat ik ook mijn studenten mee oefenen, al staande. Dat doe ik soms in mijn praktijk ook. Ik teken het op een flip. En ik laat de termen op de juiste plek van het vorkmodel schrijven. Of, nog beter, ik laat het op een post-it note schrijven en ik laat het plakken op de juiste plaats. En als ik dan mij vergis, dan kan ik het nog veranderen van plaats en kan ik het op een andere plaats kleven. Dus je kunt voor visuele cliënten, want we passen ons in de dans altijd aan het soort cliënt, is dat heel tof. Ten eerste, ze staan recht in de plaats van te zitten en ze kijken, ze zijn visueel bezig. Dus zo nadenken en kijken naar zichzelf eigenlijk, naar hun eigen ontwikkelingsvork. Ik heb ook een vorkdoek gemaakt. Het vorkdoek, dat is van een bepaald, van gerecycleerd materiaal, want ik ben ook met duurzaamheid bezig. En ik neem dat mee naar buiten, of ik kan dat al rechtstaande doen. En ik sta dan naast de cliënt. En bijvoorbeeld hier staat de cliënt op het grotere geheel. En ik sta daarnaast, of dat is nu een student die daarnaast staat. En dan stel je vragen. En bijvoorbeeld ga je die persoon een stap vooruit laten zetten. En kun je zeggen, oké, wat voel je nu terwijl dat je een stap vooruit zet? Dat is heel goed voor kinesthetische mensen. Voor mensen die graag bewegen en al bewegend iets beginnen te voelen.
Vandaag de dag ben ik ook bezig, ja, dat is het vorkmodel, het vorkdoek, hè, met alle vragen die erop staan. Vandaag ben ik vooral bezig online met de corona. Dankzij de corona kan ik van thuis uitwerken. En ik werk met Jamboard, Google Jamboard. Ik had dat hier eigenlijk. Je mocht de naam niet lezen. Het is verschoven. Maar dus, Google Jamboard is een samenwerkingsplatform. En hier zie je bijvoorbeeld dat ik het cijfer 38 heb geschreven. Die vrouw is 38 jaar. En zij heeft in die post-its notes, dat sleept ze vanaf de linkerkant. Ik weet niet of je dat kent, Google Jamboard. Ze sleept een post-its notes naar daar en ze schrijft daar haar eigen informaties in. En soms schrijf ik er zelf ook in. Dus ik teken dat zelf en dan gebruiken we post-its notes. Het leuke daaraan is dat we samenwerken. Dat is heel tof om zo bezig te zijn. Dus dat zijn eigenlijk vier toepassingen waarbij ik zeg, leiderschap doe je door informaties binnen een structuur te brengen. Als je maar één lijn neemt, van huidig naar doelstelling, ja, dat is natuurlijk, heb je minder mogelijkheden dan als je vier lijnen hebt. Dus dat is de kracht van het model, dat je kunt switchen van spoor. Als je een beetje uitgewerkt bent op één spoor, of als je vastzit op één spoor, ga dan een keer wat op een ander spoor gaan werken. En zo kun je dansen doorheen die sporen. En je ziet het gaat weer over dansen, hè?